Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag papadag. Dat betekent dat het gewoon op zich wel een rustig dagje wordt. Maar we wel alles gaan doen wat Thomas vandaag wil gaan doen. Dus we gaan nu even naar de supermarkt en we gaan tosties maken. En ik ga even Luna uit bed halen en in de kinderwagen overzetten. Zo, dames en heren, we hebben even lekker in het Wilhelmina Parkje gezeten. Ik heb Parpy even naakt neergelegd, omdat het gewoon goed is om de billetjes lekker door te luchten. En ze vindt het super leuk. Kijk eens, pak eens. Pak maar. Goed zo, dat is mooi, hè? Oh, en weer los. Pak hem maar. Pak hem maar, ja. En ondertussen worden hier de billen van Luna verschoond. En Luna vindt het ook wel leuk, hè? Ja, lekker in het gras liggen. Oeh, lekker in het gras liggen. Ja. Ja, hè, Parp? Lekker naakt. Lekker naakt. Ja. Oeh. Papi. Doe ik ook nog een beetje exercise. Gelijk spierpijn. Dit is zo schattig. Luna zit met echt al haar kracht gewoon gras los te trekken. Kijk of ze... Ja, echt kaart dat geluid maken. En dan trekt ze maar één of twee sprietjes los. Maar het kost er echt veel kracht. Ja, het is zo schattig. Is er een aan poepen? Parpy, ga jij een poepie maken? Jij nu ook? Nog één? Wat ga je doen? Wil je vloggen? Oh? Wat doe je? Mag die wel echt opzitten. En nu lopen we weer naar huis. De baby's zijn goed ingesmeerd, maar we hebben onszelf niet ingesmeerd. En nou is het verdarsen niet zo'n probleem. Maar ik ben straks net zo rood als die wagen. Waarschijnlijk. Nu al. Ik ben nu al een beetje rood aan het worden. Oké, we gaan lekker naar huis, jongens. Want de baby's moeten ook weer slapen. Het is ook weer laat. Tenminste. Vijf uur, maar tegen de tijd dat we thuis zijn, zijn we natuurlijk ook al 1,5 uur verder. En dan is het wel een beetje tijd voor de mensen. Kijk, hier rechtdoor. Oh, rechtdoor? Ja. Hoi Molly, dit is mijn hond Femke. En ik heb een vraag aan jullie. Mogen jullie en Molly later ook een huis sturen? Ben jij, jullie zijn de beste YouTubers ever. Hoi, en wat is jouw hond superleuk? Mogen Luna en Marley later zelf huisdieren? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want... dat ligt er een beetje aan wat ze zouden willen en hoe wij wonen en hoe het er allemaal uitziet. En of Zoe en Pluis nog leven. Het ligt een beetje aan alles. Maar natuurlijk zouden ze uiteindelijk misschien wel een huisdier mogen. Maar dan
Ja, ligt het ook wel aan wat voor huisdier en wat voor zorgen erbij komen en zo. Hoi, ten eerste zijn jullie superleuke YouTubers. En mijn vraag was, vergis jullie soms wel in de naam van de meisjes dat jullie Marley, Luna, Luna en Luna Marley? Oké, ondertussen ben ik ook een beetje aan het koken hoor. Maar of ik Luna en Marley wel eens door elkaar hou en dan... niet dat ik denk dat Luna Marley is, maar gewoon dat de namen door elkaar gaan. En geloof me, dit gebeurt echt super vaak. Soms dan heb ik helemaal in mijn hoofd, oké, Marley heeft het roze rompertje aan. En dan heeft Thomas ze bijvoorbeeld in de middag nog even verschoond. En dan heeft Luna ook ineens een roze rompertje aan. En dan noem ik Luna de hele dag nog Marley. Dus dat gebeurt best wel vaak. En dat best wel vervelend. Wat zouden jullie doen als Marley en Luna later willen dat de video's verwijderd worden? Goedjes aan Hilke, doei! Ja, dat is ook een leuke vraag en die wordt ons ook vaak in het echt gesteld. Wat wij zouden doen als de meisjes het er echt niet mee eens zijn dat de video's online staan. Nou, dat is heel simpel. Dan halen we ze gewoon offline. Ik zou ze niet verwijderen, want het blijft natuurlijk altijd leuk om later terug te kunnen kijken. Maar dan zouden ze gewoon niet meer publiekelijk online staan. Dus dan zou ik ze op privé zetten of verborgen. Heel erg bedankt voor jullie Snapchats. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Hij was vandaag een beetje kort, maar dat komt omdat we gewoon Vaderdag hebben gevierd. En tussendoor gewoon vergeten te vloggen zijn. Het was zo warm, we waren met andere dingen bezig. Maar gewoon, ja, we waren gewoon... we hebben s'avonds lekker gekookt en lekker gegeten. En daarna zijn we eigenlijk ook best wel vroeg naar bed gegaan. Dus we hebben gewoon niet zo heel erg veel gevlogd. Maar ik hoop dat jullie het toch heel erg leuk vonden. En dat jullie gewoon weer abonneren. Ons volgen op Instagram, Twitter en Snapchat. Snapstellig. En dan zien we jullie gewoon morgen om 6 uur weer met een nieuwe vlog. Bye. Bye, Bo. Doei. Doei.